Goedemiddag. Ik ben door de Wilmers en Tinka gevraagd om met u te spreken over het tijdloze. Eigenlijk, het is een prachtige titel, hè? Dat men bereid is terwijl het tijd is. Nou, wij zouden nu zeggen dat men bereid is als het tijd is. Dat je bereid bent als het tijd is. Dat je klaar bent om te gaan. Maar ik dacht bij mezelf bij die titel dat je bereid bent als het tijd is. Dat geldt natuurlijk voor onszelf als het moment nadert dat wij zelf moeten gaan. Maar het geldt net zo goed voor ons als, ik zou maar zeggen, als het in onze omgeving gebeurt, iemand overlijdt, dan ook dat moeten wij bereid zijn, omdat het dan tijd is. En dat bereid kunnen zijn. Dat bereid kunnen zijn, dat is eigenlijk best wel, ja, een opdracht zou je bijna kunnen zeggen. Lukt ons dat? Lukt ons dat bereid te zijn als het gebeurt? Eigenlijk in eerste instantie niet. Hè? In eerste instantie willen we het helemaal niet. Je zou kunnen zeggen, het is een proces om bereid te zijn als het tijd is. En over dat proces en verschillende kanten daarvan, daar wil ik graag met u over spreken, over nadenken en over spreken. Maar eerst vraag ik me eigenlijk af, Wilma, als er nu iets gebeurt, ben je nu ook beschikbaar? Kijk, zie je? Hij staat op trillen, maar ja. En dat is een van de bijzondere dingen van een uitvaartbegeleider, is dat hij dus altijd beschikbaar is, op elk moment, zelfs nu, kan er iets gebeuren. Ik vond het eigenlijk zo bijzonder, zo mooi, dat jullie een 10-jarig jubileum vieren. Wat bijzonder. Ja. Dat wil eigenlijk toch zeggen dat je je werk graag doet, dat je er trots op bent, zou ik zeggen, dat je het mooi vindt om te doen. En dat roept bij mij dan de vraag op. Ik heb hier nog een tweede microfoon liggen. Dat roept me bij de vraag van, wat vinden jullie nou eigenlijk het mooiste aan je eigen beroep, Wilma? Dat mag jij als eerste zeggen. Wat vind je zo mooi aan je beroep? En je overvalt me nu. Ik dacht dat er in de film mooi ter sprake was gekomen. Ja, het mooie is dat je steeds weer blanco met mensen in een gesprek gaat. Dat je ze in die dagen tussen overlijden en uitvaart zo ziet groeien. Waar mensen er echt helemaal soms de eerste uren, de eerste dag helemaal stuk zijn. En denken dat ze helemaal niks meer kunnen en dat de hele wereld vergaan is. Dat is natuurlijk op dat moment ook. Maar als je ze dan ziet op de dag van de uitvaart met de kracht die uit hun tenen komt. Dat ze zelf toch nog iets willen zeggen of doen. En dat ze dan na afloop naar huis gaan met een gevoel van bijna blijdschap, maar dankbaarheid. Van ja, het is goed zo, we hebben alles gedaan wat we konden, we hebben niks nagelaten. Maar dat stukje groei in die dagen, dat fascineert steeds weer. En dat is mooi om daar deelgenoot van te kunnen zijn. Dankjewel. Dat is een vasthouden voor je. Wat eigenlijk opmerkelijk was, want volgens mij, Tinka die heeft mij gevonden, maar volgens mij heb je gewoon gegoogeld op tijd of iets van die aard en ben je terechtgekomen bij mij. Je viel zo in mijn schoot, bij wijze van spreken. Oh. Je was er opeens. Ja. En, maar wat de dames niet wisten, is dat ik zelf een blauwe maandag ook uitvaartbegeleider geweest ben. En ik was vroeger acteur. En ik was vanuit Frankrijk naar Nederland gekomen. Omdat mijn vrouw heel jong overleden was. En op 30-jarige leeftijd. En ik woonde in die tijd in Frankrijk. Ik dacht, ik ga terug naar Nederland. Want hier in Nederland kan ik het
beter doen. Ik was alleen met een klein meisje, een klein dochtertje. En ik probeerde hier in Nederland het bestaan weer opnieuw op te bouwen. En dat was niet zo gemakkelijk, want ik kende niemand, of niemand kende mij. En dus kwam het eigenlijk heel goed uit dat ik ook nevenwerkzaamheden had. En ik dacht, uitvaartbegeleider, dat kan ik best wel. Ik heb het zelf al zo close meegemaakt wat het is. En ik heb me ervoor geopend. En ik vond het ergens ook een heel mooi beroep. Ik vroeg net aan Wilma wat het mooie is van het beroep. Ik vond het zo mooi omdat het brengt je zo dicht, vreemd genoeg brengt de dood je zo dicht bij het leven. Het is alsof je in die momenten rondom de dood eigenlijk begrijpt of voelt of beleeft waar het in het leven om gaat. Alsof je daar veel closer naartoe gaat. En ik wilde zelf eigenlijk ook best wel graag daarin bijdragen. Ik dacht ook dat ik dat kon. Maar daar heb ik me in vergist, moet ik eerlijk zeggen. Ik bleek een heel gevoelig mens te zijn en ik stond iedere keer tranen met tuiten te huilen. Bij iedere begrafenis. Ik vond het zo erg dat voor die familie en de kinderen die waren zo. En was ik ook zo droevig. Nou, dat ging gewoon niet. Dus ik heb mijn lange jas weer teruggegeven aan Walter. Het was Walter. Ik heb gezegd: Walter, sorry, het is niks voor mij, het spijt me. En hij begreep het. Maar ik heb dus wel even aan de andere kant van de coulissen mogen kijken. En ik heb gezien wat het beroep inhoudt van uitvaartbegeleider. En eigenlijk is het een heel speciaal beroep, want je staat ten dienste van, zou je kunnen zeggen, je staat ten dienste van. Als uitvaartbegeleider moet je eigenlijk proberen zodanig aanwezig te zijn dat die enkele dagen die er zijn tussen het overlijden en de crematie of de begrafenis, dat daarin al heel veel verwerking gebeurt. Eigenlijk dat daar heel veel ruimte is. Dat daar heel veel tijd is. Maar er moet ook heel veel gebeuren in die dagen. Echt veel dingen. En ook moeten ze snel gebeuren. In de film werd wel gezegd, ja, het hoeft allemaal niet zo snel. En dat klopt ook wel. Je kunt wel links en rechts wat tijd nemen. Maar er zijn dingen die onmiddellijk moeten gebeuren. In het begin is er al meteen van, blijft de overledene hier of gaat hij naar een uitvaartcentrum toe? Wat willen jullie? En wat trekken we hem of haar aan? En in wat voor positie leggen we het lichaam? Wat doen we met de handen? En wat leggen we er omheen om het lichaam? En dan vervolgens komt het moment van, wie komt wanneer met bezoek en hoe gaan we dat doen? Er moet een kaart geschreven worden. Er moet een tekst komen op die kaart, een foto. Welke foto kiezen we uit? En hebben we die al op de hoogte gebracht? Die weet het nog niet, die moeten we bellen. En die gaat die bellen. En dan beginnen de mensen binnen te stromen en mensen die allemaal afscheid komen nemen, tenminste als de overledene thuis is. En die ontvangen je. En tussendoor moeten allemaal nog dingen geregeld worden. En dan komen de momenten, hoop je dan, dat er tijd is om gewoon even rustig te zitten bij degene die overleden is. En gewoon maar even helemaal niks te doen. En dan, als je dat doet, als je de tijd neemt om niks te doen, dan plotseling zie je dat gezicht van de overledene en dat niet meer beweegt en dat koud is. Maar het komt je zo vertrouwd over. Je hebt er zo vaak naar gekeken, naar dat gezicht. Het is alsof het zo. Maar nu is het rustig. Nu is het tot rust gekomen. In Frankrijk is er een gezegde, een Frans gezegde, en dat zegt: tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change. Tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change. Zoals in zichzelf uiteindelijk de eeuwigheid hem of haar verandert. Wat mooi. Ineens zie je degene daar liggen, met een tijdloosheid over zich heen.
En ja, dan ben je eigenlijk, beleef je twee dingen. Twee dingen die je eigenlijk heel erg uit elkaar scheuren, maar ook wel weer bij elkaar brengen. Van de ene kant beleef je dat de ander echt gegaan is. Dat wil zeggen, je bent echt, je voelt de pijn. Je hebt de wetenschap dat de ander niet meer terugkomt. En dat het afgelopen is, dat je niet meer elkaar kunt omarmen. Dat je niet meer met elkaar kunt praten, dat die grapjes er niet meer zijn, dat die mooie momenten er niet meer zijn. En dat is als een grote, je zou zeggen, als een grote zwart gat waar je in zou kunnen vallen. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant is er nog iets anders. Aan de andere kant is er een diep gevoel van, als je je daarvoor opent, een diep, heel stil gevoel van verbondenheid en van alles wat je met elkaar gedeeld hebt en gedaan hebt. En dat allemaal, al die verschillende momenten, het lijkt alsof die allemaal samenkomen in één stroom, zou je kunnen zeggen. En als je daar een woord op moet plakken, dan zou ik zeggen, dat is de liefde die je voor elkaar gevoeld hebt. Ik weet niet of je dat ook zo kunt ervaren, maar die liefde die je voor elkaar voelt, die is er altijd. Daar heb je altijd toegang toe. Op elk moment. En zoals net al duidelijk was uit mijn verhaal, ik heb mijn vrouw op hele jonge leeftijd verloren. En ik was alleen met een klein kindje, wel een klein kindje van 8 maanden. En op het moment dat dat gebeurde, van die twee richtingen, van het en het gat waar je in kunt vallen en de liefde, ik had maar één keuze op dat moment voor mijn gevoel, en dat was, ik ga op de weg van de liefde. En dat zwarte gat, dat zie ik maar even niet. Dus ik heb mijn ogen daarvoor dicht gedaan. En het was alsof het was eigenlijk heel mooi. Het was alsof een bladzijde omgeslagen werd. Maar die liefde, die was gewoon nog precies hetzelfde. Die was gewoon nog aanwezig. Er was eigenlijk helemaal niks gebeurd. En lange tijd ben ik op die weg verder gegaan. Ook wel gehuild natuurlijk. En ook weer de stille momenten gehad enzovoorts. Maar de echte verwerking van de moeilijke momenten daarvoor, die heb ik pas vele jaren later gedaan. En misschien wel 10, 15 jaar later heb ik dat pas gedaan. En ik heb me eigenlijk ook toen pas gerealiseerd dat ik het onderdeel overgeslagen had. Dat ik het stiekem maar eventjes weggeduwd had. En verwerking is eigenlijk een heel, ja, een thema, hoe verwerk je nou eigenlijk? Ik vind het ook heel mooi dat dat jullie dat ook aanbieden en mogelijk maken om te verwerken, en dat het zo uitdrukkelijk genoemd wordt. Want je verwerkt tijdens die 4, 5, 6 dagen tussen de dood en de crematie of begrafenis, verwerk je al heel veel als je het jezelf tenminste toestaat. Maar de eigenlijke verwerking komt daarna nog. En dat wil ik u graag schetsen, ook hoe dat loopt. Eigenlijk. De verwerking op het moment, kijk, op het moment van dat iemand overlijdt en je al die zestes moet doen, tegenwoordig is het gelukkig ook zo, en ik ben ervan overtuigd dat jullie dat ook aanbieden, is dat je heel veel zelf mag doen. In het zelf doen, het zelf doen van de gestes rondom een overledene, daar ligt al ontzettend veel mogelijkheid tot verwerking. Als je zelf de overledene kunt wassen, als je dat durft. Wauw, wat mooi. Wat moet je dat met veel gevoel doen? Wat moet je dat durven om te doen? En hem zelf durft aan te kleden. En durf op te tillen en weer neer te leggen als bijvoorbeeld een koelplaat eronder moet. En al die gestes die je moet doen, de foto uitzoeken en
iedere keer weer opnieuw krijg je die emoties door jezelf heen. En komt al die liefde omhoog en ook alle tranen weer omhoog. Maar verwerking is eigenlijk in dat gedeelte, voor mij is verwerking in dat gedeelte toestaan dat die emoties door je heen mogen gaan. Toestaan dat die emoties in je mogen leven, ze niet tegenhouden en door ons heen mogen laten gaan. En we zijn het eigenlijk niet zo, ik weet niet of misschien u wel, maar heel veel mensen zijn niet gewend om dat te doen. We vinden die emoties eigenlijk toch iets wat ons kwetsbaar maakt en waar we, ja, moeten toch een beetje inhouden, want het leven gaat toch verder. En als we maar hard werken, en dan hoeven we ook niet zo daar emotioneel te zijn. Maar dan slaan we een heel belangrijke stap over als we dat zouden doen. Want de functie van die emotie is juist de verwerking. We verwerken juist door die emotie te durven toelaten. Juist door de pijn te durven voelen, door het verdriet te durven uiten, door te durven huilen, door echt heel diep in jezelf te gaan daarin, dan zijn we aan het verwerken. En ik weet goed toen, ik geloof nu 2 jaar geleden is mijn moeder overleden en ze was al op leeftijd. En ik was in het buitenland terwijl het gebeurde. Ik was in het buitenland en ik werd aan de telefoon geroepen en gebeld en ik nam de telefoon op en ik hoorde het. Oké. En ik liep weg, ik was in een grote groep, ik liep weg het bos in om te wandelen. En daar kwam ik Vincent tegen. En Vincent is een grote, stevige man. Eigenlijk een goede vriend. En ik kwam hem tegen en ik ging zo in zijn armen. Ik moest hem allemaal mee en ik moest heel erg huilen. En ik klopte hem op mijn schouder en zei, zo erg is het niet. Zei hij, je moeder was al heel oud. Je moeder was al heel oud. Ja. Maar ik weet niet, dat zult u wel herkennen. Wat je ook zegt op zo'n moment, wat je ook probeert om te relativeren, het is allemaal daarnaast. Dat helpt allemaal niks. Dus ik gaf hem ook een klopje op de schouder en ik zei, ik ga weer verder met zo. En ik liep zo de nacht in, het werd donker en ik was op een plek in een natuurgebied. Er was helemaal geen kunstmatige verlichting of niks. Het was echt nacht en sterren en de maan. En het werd heel stil. En in één keer begon er een nachtegaal te fluiten. En ik liep met die heftige emotie in mij, die iedereen op zo'n moment heeft, liep ik de berg op en de nachtegaal vloot. En ik liep weer naar beneden en hij vloot nog steeds. En ik dacht, kom, ik loop weer omhoog. En ik heb een half uur heen en weer gelopen, luisterend naar de nachtegaal, wat was dat mooi. En mijn hart opende zich en ik kon mijn moeder voelen. Ik kon mijn moeder in mij voelen. Ik kon onze liefde voelen die we voor elkaar hadden. Ze was niet weg, ze was niet heel ver, ze was niet in Nederland en ik was er niet. Ze was gewoon in mij. En daarna ging ik de lange reis terug naar Nederland en ik kwam thuis en al broers en zussen waren al bezig en er waren veel georganiseerd. En mijn vader was helemaal een oude man, 90 jaar oud, en hij was helemaal, hij liet zich eigenlijk gaan. Ik ging naar mijn vader toe en ik begon te wrijven. Ik begon te wrijven, pa. En langzaam gingen zijn ogen open en hij zag me staan. En, Paul, ja, pa. En toen begon hij te huilen en ik begon ook te huilen en we namen elkaar in de armen. En we lieten echt onze tranen stromen. Maar toen we dat echt gedaan hadden, we lieten ons echt gaan. En na 7-8 minuten, ik weet niet, ik heb niet op de klok gekeken, maar echt lang. In één keer moesten we lachen allebei. We moesten allebei lachen. En er kwam humor op en grapjes over iets, ik weet niet eens meer waarover, maar iets wat Ma gezegd zou hebben of Ma het laatste moment nog deed. En we moesten daarom lachen. En dat is eigenlijk het bijzondere, ik weet niet of u dat herkent. Het is vaak zo dat als je echt de emotie durft te laten gaan, als je echt het verdriet durft te voelen, dat ook de andere kant omhoog komt. Je kunt ook lachen en je kunt ook liefde voelen en het begint in je te leven. Wat een mooi proces is dat we in ons hebben. Ja. Ik geloof dat het iets was van, mijn moeder had dan
waren we dan in het ziekenhuis en mijn moeder die zat daar en mijn vader kwam dan met de rollator, kwam die binnen en toen zei mijn moeder, zei mijn vader, dag lieverd, en toen zei mijn moeder, ik snap niet waarom die man zijn hele leven lang al achter me aanloopt. En zo van mij houdt. Kom maar hier, lieverd, geef me maar een zoen, zei ze. En toen zei hij, dat is omdat ik zoveel van je hou, zei hij. Zo mooi met oude mensen. Goed, dus rondom die dagen dat iemand sterft, vindt al heel veel verwerking plaats. En de uitvaartbegeleider die staat er op de achtergrond. Die maakt eigenlijk mogelijk dat je op die momenten zo min mogelijk sores aan je hoofd hebt. Want er is aan die andere kant wel heel veel sores te regelen. Er moeten wel heel veel snel dingetjes nog geregeld worden en formaliteiten gebeuren en dit en dat afgesproken worden en op het kerkhof moet iets geregeld worden enzovoorts. En dat nemen ze eigenlijk allemaal je uit handen zodat jij volledig je tijd kunt besteden aan het zijn en het beleven op dat moment van de dingen die je op dat moment moet doen, aan het verwerken, aan het afscheid. Het is alsof op het moment van het sterven, dat iemand gaat, lijkt het wel, ik weet niet hoe u dat beleeft, maar het lijkt wel alsof dan in ene keer de tijd inzoomt. Ik heb zelf het gevoel dat je, vaak zitten we in een soort van trein. Het leven is een soort van trein die alsmaar doorgaat en je bent dit aan het doen en je bent dat aan het doen en die trein die gaat maar door. En er gebeuren dingen links van je en er gebeuren dingen rechts van je en die trein gaat maar door. En eigenlijk zou je willen dat de trein stopt, maar die trein stopt nooit. Die trein gaat maar door. En dan komt in ene keer een overlijden. En dan is het niet alsof die trein stopt. Maar dan is het alsof er helemaal geen trein meer is. Het is alsof je plotseling in een andere kwaliteit van de tijd geschoten wordt. Het is alsof je plotseling oog krijgt voor hele kleine dingetjes. Een blik, een manier waarop iemand naar je kijkt. De zon die op je huid komt. Een vogeltje. Een kindje dat heel onbevangen is. Een kleur. Een hand die je geeft en vasthoudt. En het lijkt alsof elk moment, elk dingetje wat je doet, wat je zegt, wat je voelt, wat je beleeft, dat al die momentjes een heel bijzondere kwaliteit krijgen. Iets waar we normaal in die trein van de dag nauwelijks de tijd voor nemen, zou ik durven te zeggen. Want dat is dan de vraag die ik me stel. Als rondom de dood dat mogelijk is, als we rondom de dood dat kunnen ervaren. Dat we eigenlijk ervaren dat die grote stroom van het leven waarin we werken en verantwoordelijkheden hebben en we moeten haasten en kom op snel en we moeten straks nog dit en straks nog dat. Als de dood om ons heen is, dan begrijpen we eigenlijk wat het belang is van het leven. Dan begrijpen we eigenlijk wat er zo waardevol is aan het leven, wat er zo mooi is in het leven. Het is alsof de dood ons daar een grote les leert. Alsof hij ons zegt, kijk naar de andere kant. Of kijk vanuit de andere kant. Kijk niet naar het zo, maar kijk zo. En wat is het leven dan mooi? En wat is het leven dan bijzonder als je zo kunt kijken? Heb de tijd. Neem de tijd. Ben niet alleen bereid als het tijd is, ben voortdurend bereid. En open je dus voor de kleine dingen. Uh,
dat kan. Je kunt je openen voor de kleine dingen, maar dan zou je zeggen, dan moet je wel af en toe eventjes de andere kant uitkijken. Wil je dat doen? Anders gaat die trein maar door. En de andere kant uitkijken, dat wil zeggen dat je de ruimte geeft. Dat je de momenten neemt om iets te beleven en dat je eventjes blijft stilstaan. En de dingen op je af laat komen. Dan begint die andere kwaliteit van de tijd omhoog te komen. Wilma maakt even een foto van. Ik wil iets naast dit gezegd hebben. Ja, over de tijd, ja. Kijk, wat mooi dat ik even niks deed. Want als je even niks doet, gebeurt er van alles. Plotseling. Ik wil je een citaat geven van mijn eerste vrouw, Pauline. Zij schreef iets in een. Het staat in mijn boek, dat weet ik, heb de tijd. Dat gaat daar juist over. Zij schreef het aan een vriend Joost. Wij hadden een vriend Joost, die was directeur van het van Frascati, het theater waarin wij, ik was toen acteur, waarin wij gespeeld hadden. En Joost kreeg kanker. En Joost was helemaal, hij wilde absoluut niet. Hij kon niet, hij wilde niet. Het was te vroeg. Hij had kinderen, een vrouw, hij was jong, hij wilde niet. Mijn vrouw was ook jong en wij hadden ook kinderen. En mijn vrouw schreef aan hem: soms voel ik dat in één moment al alles besloten ligt waar het in het leven om gaat. Soms voel ik dat in één moment al alles besloten ligt waar het in het leven om gaat. En je de essentie raakt. En daar hebben we toch zeeën van tijd voor. Zo mooi. En daar hebben we toch zeeën van tijd voor. Maar het lukte Joost niet. Joost heeft geknopt tot het eind. Ja, wat moet je doen eigenlijk wat moet je doen om dat wel te kunnen doen? Om wel die ruimte aan jezelf te kunnen geven. Wat moet je doen om wel je te kunnen openen en dit te kunnen ervaren? Wat Pauline schreef. Dan moet je eigenlijk even stil zijn. Even stil zijn. En ik wil u eigenlijk uitnodigen om samen even stil te zijn. En ik ga dat doen op een manier waarbij je zou kunnen bidden. Dat is ook een mogelijkheid. Gelovige mensen doen het met bidden. Ik wil u een andere methode laten zien. Een methode van stil zijn, waarbij we eigenlijk dichter toekomen naar het moment zelf. En ik nodig u uit, ga lekker zitten op uw stoel. Zorg dat uw voeten goed contact maken met de grond. De grond voelen. Zit lekker rechtop. Laat de schouders los. Ontspan uw buik. En nu legt u de linkerhand, legt u op uw buik, de duim ter hoogte van uw navel. En uw rechterhand legt u op uw linkerhand. En als het goed is, voelt dat heel lekker. Uw buik is het centrum van uw lichaam. Het is een hele kwetsbare plek, maar ook een plek met heel veel gevoel. En nu we stil zijn, kunt u eigenlijk opmerken dat de adem daar gebruik van maakt. De adem laat uw buik op en neer gaan onder uw handen. Kunt u het voelen? En ik ga eerst een hulpbeeldje doen. We gaan de uitademingen tellen. We tellen de uitademing
En bij uitademing 1 voelen we hoe de buik beweegt onder onze handen. En bij uitademing 2 voel je ook hoe je buik beweegt onder je handen. En zo tellen we tot 10 en dan begint hij weer opnieuw bij 1. En terwijl u aan het tellen bent en aan het voelen bent, zult u merken dat er gedachten langskomen. Stroom van gedachten die we ons voortdurend vergezellen, waarmee we proberen de wereld te begrijpen en te klasseren en te associëren. Gedachten komen langs. En dat mogen ze ook, ze zijn welkom. Maar zodra u merkt dat u in een gedachte zit, laat u hem los en keert u terug tot het voelen. En de tel gaat gewoon door. Maakt niet uit of u veel gedachten heeft of weinig. Of de tel kwijtraakt, begint u weer gewoon bij 1. Het is niet goed of slecht. Het is gewoon zoals het is. En u mag uw tellen achterwege laten. Dan gaat u alleen maar voelen. Voel hoe uw buik op en neer beweegt bij de uitademing en bij de inademing. Uw ogen weer open doen als ze dicht waren. En als ze open waren, mag ze nou dicht doen. Tijd voor het tijdloze. Eigenlijk is het heel belangrijk om die trein waar ik het net over had, om die niet alleen maar te doen verdwijnen op het moment dat we daar door het leven ingedrukt worden, zou ik haast zeggen, maar om dat veel eerder te doen in je leven. Eigenlijk om het nu al te doen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je het vergankelijke, het feit dat wij ook moeten gaan en dat alles vergaat en dat alles voortdurend verandert, als we dat durven toe te staan in ons leven aanwezig te zijn, dan zijn we nu al bereid. Omdat het nu ook al tijd is.
wil het u nog hebben over het tweede stukje van verwerking. Het eerste stuk van verwerking vindt dus eigenlijk plaats voor mijn gevoel meteen al rondom het overlijden. Dus na het overlijden, alle gestes die je dan doet, tot aan de crematie of tot aan de begrafenis. En dan daarna. De dag daarna, dan is iedereen weg en dan, ja, dan begint de etappe 2. En ik noem dat wel eens het koude winterbos. Die tweede episode die daarna komt. Het is alsof je dan pas goed beseft dat die ander gegaan is en echt niet meer terugkomt. En je voelt dat die ander heel ver weg is. En jij voelt jezelf heel erg alleen. En het is alsof je door een koud winterbos loopt. En bovendien er nog een sterke wind staat en die wind giert door je heen, dorst door je botten. En dat gevoel te durven voelen, dat in jezelf te durven toelaten, dat is de tweede episode van rouw. Dat gevoel, dat niet op dat moment te zeggen van, hé, wat een naar gevoel, ik ga me heel hard werken, ik ga me heel... Ik druk het weg, want dat is eigenlijk iets wat ik niet wil meemaken. Nee, ga dat juist wel beleven. En als ik u een raad mag geven, als dat gebeurt, ga iets doen. Ga niet zitten en niks doen. Laat je niet in die put vallen, maar ga iets doen. Ga iets doen in het ritme van waar je op dat moment bij in zit. Dat wil zeggen, die kou maakt jezelf eigenlijk, je hebt minder energie. Op zo'n moment. Je bent niet zo, je hebt minder energie. Je bent vaak een beetje vruchteloos. Je bent ook heel gevoelig. En ga dingen doen met dat ritme. Niet tegen die energie in, maar met die energie. En je kunt heel veel dingen heel goed doen met die energie. Je kunt eigenlijk alles doen met die energie. Maar dingen die zich heel goed daarvoor lenen om dat te doen, is handwerk. Werken in de tuin. Iets repareren. De was doen, wasvouwen. Alles wat je doet met je handen is heel fijn. Lopen kan ook, lopen, wandelen. Maar je kunt alles doen als je maar in dat ritme blijft. Als je dat gevoel maar toestaat in jouzelf aanwezig te zijn. En dan is het, en dat is iets heel, heel bijzonders. Het is alsof je in een golf zit. En een golf, die volgende golf gaat omhoog. Hier heb je de meeste pijn. Hier moet je heel erg huilen, dat is wat ik schetste, wat ik met mijn vader deed op het moment van dat ik binnenkwam. Dat je heel heftig aan alle vezels van je bestaan getrokken wordt. En dan ga je eigenlijk, hier huil je vaak, en dat is het begin, maar de golf moet nog verder naar beneden. De golf moet, het koude winterbos is hier. En terwijl je dat niet voelt dat er iets zich aan het gebeuren is. Maar als je zelf toestaat in dat koude winterbos te zijn, is de golf aan het uitklinken. De golf van de pijn, van het verdriet is aan het uitklinken. En als die echt uitgeklonken is, waar zou je dan uitkomen? En dat vind ik zo bijzonder, waar je dan uitkomt, dat zit eigenlijk al verpakt in het woord wat je hier voelt. Want hier, in die berg naar beneden, voel je je alleen, je voelt je eenzaam. Maar als je heel goed kijkt naar het woord alleen en eenzaam, alleen, al één. En als je kijkt naar eenzaam, één, samen. Als je die golf naar beneden laat gaan, waar je dan uitkomt op het moment dat je echt het gevoel door je heen hebt laten gaan, is dat je hier samen bent. Dat wat ik u aan het begin schetste, dat je de liefde kunt voelen. Dat je aan de ene kant de put hebt waar je invalt en waar de ander echt niet meer is. Maar dat je aan de andere kant de liefde kunt voelen voor de ander. En die kun je gewoon in je laten leven. En die is op elk moment oproepbaar en op elk moment voelbaar. Wanneer je ook wilt. Dat is hetgene waar je uitkomt als je diep de pijn durft te doorleven en te voelen. Tot aan het eind van de golf. En ik wil u eigenlijk nog een keer uitnodigen om een moment naar dit gevoel toe te gaan.
Ik denk dat u hier aanwezig bent, is dat u allemaal te maken heeft met het thema dood en overlijden. En ik wil u uitnodigen om in uw gedachten te nemen een persoon die overleden is en die u heel erg dierbaar is. En u mag het uw ogen dicht doen. En gaat u eens terug naar een moment dat u samen was met deze persoon. Een moment dat u heel erg dierbaar was. Weet u nog wat voor weer het was? Weet u nog wat de omgeving was? Op welk tijdstip van de dag zijn? Hoe voelde u zich? En kijkt dus naar de ander. Kijkt dus de ander recht in de ogen. Kunt u voelen? Kunt u de liefde voelen? En deze liefde is als een heel kostbare parel, zou ik zeggen. Een hele kostbare parel die eigenlijk altijd voorhanden is, op elk moment. U kunt er altijd naartoe. En zo wat mooi eigenlijk dat we dat hebben. En met dit gevoel, ik geloof dat u zat allemaal zo mooi met de ogen dicht. Ik geloof dat u allemaal heel diep erin gegaan bent. En ja, met dit gevoel heb ik het dus die eerste tijd gedaan, na het overlijden van mijn eerste vrouw Pauline. Dat gevoel was in me. En pas veel later, zoals ik net vertelde, veel later heb ik de moeilijke momenten toegelaten van het huilen. En het echt de moeilijke momenten door je heen laten gaan. En pas daarna heb ik kunnen begrijpen wat ik nu aan u verteld heb. Van hoe het eigenlijk loopt, het verwerkingsproces. Dat je dat eigenlijk goed door je heen moet laten gaan. Nog een laatste ding wil ik graag met u bespreken. En dat men bereid is als het tijd is. Dat men bereid is als het tijd is. Ik vertaal de zin maar een beetje normaal in het Nederlands van vandaag. Dat je bereid bent als het tijd is. Wat zou er eigenlijk gebeuren als wij overlijden? Dat is ja. Er zijn natuurlijk in het geloof worden er heel veel dingen over gezegd. En we maken er ons misschien ook voorstellingen over. Ik weet niet of u kent u het boek, wie van u kent het boek van professor Lommel, Eindeloos Bewustzijn? Ja, kent u het? Wie van u heeft wel eens een bijna doodervaring gehad? Ja, heeft u het gehad? Mag ik u daar wat over vragen? Mevrouw. Ik heb zelf ook zoiets meegemaakt, ik zal het straks vertellen, maar een heel klein stukje maar.
En wat gebeurde er? Wat gebeurde op het moment dat u die ervaring had? Het werd heel donker. En het bleef een tijd donker. De tijd weet ik eigenlijk niet. Maar het werd op een gegeven moment ook weer licht. En? Dat vooral. Ja. En wat kon u voelen? Ik kon weer voelen. En weet u, kunt u nog terug naar het gevoel dat u toen had? Ja, een soort bevrijding. Een soort bevrijding. Wat mooi dat u dat durft te zeggen. Dat er altijd... Dat alles weer opgelost wordt of zo. Ja, klaart altijd weer op. Ja. Is er iemand anders die ook iets wil vertellen over wat hij meegemaakt heeft? Ja, mag ik de microfoon erop nemen? Ik heb veel terminale zorg gedaan en heb daardoor ook veel gezien wat mensen op hun laatste minuten kunnen meemaken. Ik ben zelf bezig met zen meditatie, een stukje yoga, een stukje reiki. En heb dit eigenlijk ook altijd een beetje gebruikt in mijn werk. En ik vroeg het ook altijd of dat mensen dat wilden. En ik vertelde ook altijd van, luister, je wordt er natuurlijk niet beter van, maar het geeft je een stukje rust en eigenlijk wilt u dat altijd. En kunt u iets zeggen van wat er op dat moment gebeurt met mensen? U zegt, ja, vaak gebeurt er dan al iets. Wat gebeurt er dan? Wat ik dus deed, ik ben van iets afkomst, dus ik heb eigenlijk altijd een beetje een rijker contact met mensen gehad. En ze werden daar rustig van. En ontspannen van. Kort geleden heb ik een boek gelezen dat ook bij Schipreco geweest is van Ibn Alexander. Ja. Een neurochirurg die 10 dagen in coma geweest is en hij natuurlijk als geen ander weet wat er in het menselijk brein omgaat. Ja. En hij vertelt daarna, heeft hij een boek geschreven wat zeker aan te bevelen is om te lezen, wat hij mee heeft gemaakt in die 10 dagen van zijn coma-periode. Ja. Heel interessant, heel mooi dat het gewoon, ja, dat als ze aan de beurt zijn, dat het voor de familie vaak even verdrietig is en acceptatie is een einde van de pijn, maar dat het voor ons doorgaat. Dat er gewoon een leven is na dit leven, zo is ook de titel van het boek, Leven na dit leven. Dank u wel. Mag ik de microfoon teruggeven? Dank u wel. Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder, hè? Ik zou zeggen, dat is heel, als u geconfronteerd wordt met de dood, is het ook heel erg aan te raden om daarvan kennis te nemen. Wat er gebeurt op het moment met mensen die een bijna doodervaring hebben, die dus eigenlijk bijna aan de andere kant gaan kijken. Wat er dan gebeurt is dat onder andere, mevrouw schrijft het wet licht, en dat was de bevrijding. Er zijn verschillende etappes die mensen dan meemaken. Je kunt heel veel dingen zeggen die dan gebeuren en die eigenlijk iedereen zo meemaakt. Niet iedereen gaat op dezelfde graad, zal ik maar zeggen, maar dingen die iedereen dan overkomen. De tijd valt weg. De tijd valt weg. Al heel snel, als iemand daar komt, heeft hij niet meer de notie van tijd. De tijd valt weg en het is alsof hij in een dermate, niet altijd, maar wel in de meeste gevallen, of die in een dermate gelukkige toestand terechtkomt, een geluk dat niet te beschrijven valt, dat niet te vergelijken valt met het aardse geluk. En dan, als ik nog verder ga, op een gegeven moment voelt degene dan ook aankomen, als ik nog een stap verder ga, dan kom ik ook niet meer terug. En, nou ja, die ervaring, die mensen zijn dus wel teruggekomen. Ik weet van mijn eerste vrouw, Pauline, ik was naast haar, en zij had heel veel pijn, echt heel veel pijn. En we waren ook niet goed voorbereid en het was allemaal heel erg klutsig en onhandig. En daarom had ze heel veel pijn en alle middelen die ik had, die hielpen allemaal niet.
En ze wilde ook niet meer dat ik haar aanraakte. En ze nam uit zichzelf een soort van foetushouding aan. En in die foetushouding zei ze, het komt. Het komt. En ik bleef gewoon naast haar zitten. En toen werd ze rustig en ze kwam weer terug. En toen keek ze me aan. En ze keek me aan met zo'n liefdevolle blik. En zo'n tijdloze blik. Zo uit de andere wereld. Zo al van de andere kant. En ik zei tegen mezelf, haast je nog niet. Want ik zat zo in de trein van dit doen en dat doen. En er moest ook nog een kleine kindje daarachter en zo. En ik dacht, doe nou niks. Ga nou gewoon zitten en doe niks. En ik weet niet hoe lang we daar gezeten hebben en elkaar aangekeken hebben. En alleen maar die hele liefdevolle blik. En toen draaide ze zich om en een half uur later was ze gegaan. We weten niet zo heel veel van de andere kant. Maar op dat moment heb ik wel geleerd dat voor mijn gevoel sterven het mooiste is dat ons gaat gebeuren in dit leven. Dat denk ik echt. Ik denk dat sterven het mooiste is dat ons gebeurt in dit leven. Ik denk dat je op dat moment, als je je kunt overgeven en loslaten, dat je op dat moment inderdaad terechtkomt in iets wat zo liefdevol is en zo tijdloos is, waar je je gerust met open armen in mag laten glijden. Ja, de lezing was aangekondigd als interactief, maar ik moet zeggen dat heeft zich nogal beperkt. Maar dat komt ook door de opstelling van de zaal, die het mij niet mogelijk maakt om tussen u door te lopen en de microfoon voor te houden. Wilt u nog iets zeggen of vragen stellen of iets opmerken? Dan is daar nu de gelegenheid voor. Steek even uw hand op en dan kom ik langs met de microfoon. Ja, eerst de meneer achter u. Ga lekker toch weer tussendoor. Dank u wel. Dank je wel. Het is voor mij een hele tijd geleden. Ik was 13 jaar. En we zijn met drieën zijn we op tweede Pinksterdag 's middags te water geraakt hier vlakbij. Het was de A4-reis, heel erg ondiep. We waren met een bal aan het spelen en een van ons drieën schopt de bal ver weg en komt in een draaikolk terecht. We zijn dan met drieën in terechtgekomen. Een collega van me is daar ter plekke verdronken. De andere die is voor zijn leven daardoor geraakt. En gelukkig, ik heb het geluk gehad dat ik gered ben. Door iemand daar uit de buurt, en ik weet nog heel goed dat hij de naam draagt, zoals hier Jan Verrijkenvossel is. Ik ben gered door een meneer Verrijkenvossel, dat weet ik nog heel goed. Maar wat er toen gebeurd is, een paar keer op en neer die draaikolk in, dat ik gebeden heb, dat weet ik nog heel goed. En dat is de laatste geweest. Ik heb toen de andere dag, want ik ben buiten kennis geraakt. Ik ben de andere dag weer bij kennis gekomen en mijn grootste wens was om naar de begrafenis te kunnen van een collega. Dat was een jonge kerel ook uit Prinsenhagen. Ik weet het nog goed dat ik de baard mee heb mogen dragen vanaf het Esserplein over de markt naar het kerkhof toe. En dat is altijd voor mij toch een teken geweest van, goh, waar ben je goed weggekomen? Maar je hebt toen ook nog een goede daad kunnen verrichten door bij je collega te zijn om die mee te kunnen begrijpen. Ik heb daar heel lang niet gezeten, ik heb het ook wel eens meerdere keren verteld. Ik krijg het er altijd warm van als ik het erover heb, want het was echt heel benauwd. Dank je wel. Dank je wel. Hier was nog een vraag.
Dan waren wij gisteravond in mijn overleden. En ze heeft al een paar keer gezegd, ken jij iemand die een spirituele gave heeft en mij kan vertellen hoe het is met mijn man? En als je dan weet dat hij gelukkig is, dan kan ik er vrede mee. Ik kan me daar niet melden. Ik ken niet iemand die dat graag zal zeggen, maar is er misschien nog een andere manier die ik ken? Ja, dat gaat eigenlijk buiten mijn terrein, moet ik nog eerlijk zeggen. Dat gaat buiten mijn terrein, maar ik wil er wel iets over zeggen. Uit mijn eigen leven weer. Bij mij merkte ik dat mijn meisje, mijn dochtertje, dat haar verwerking gekoppeld was aan de mijne. Dat wil zeggen, als ik er goed mee kon omgaan met de dood van mijn vrouw, kon zij het ook. En ik denk dat hetzelfde geldt voor een overledene waarvan je je afvraagt, is die goed terechtgekomen? Ik denk dat die relatie bestaat. Ik denk als jij durft de liefde die je voelt voor elkaar, als je daarvoor durft te openen en de ander rustig in je te dragen, zonder voortdurend te denken van was die nog maar hier en wat konden we nog samen doen en zal het wel goed zijn met hem, maar gewoon de liefde te durven voelen, dan komt het tot rust. Aan twee kanten, denk ik.